grootslag 600 jaar. Nou, zoals gezegd, ik ben Piet Zwaan. En ik ben geboren aan het randje van het grootslag. Je ziet daar het rode stipje. Ik ben eigenlijk wel geboren in grootslag, want na 1927 kwam de Houten Polder erbij, dat grijze eronder. Dus ik ben wel geboren in grootslag, maar niet het oude grootslag. Aan de binnenwijk zit. In deze boerderij ben ik opgegroeid. En die verbrandde in 2012 op 8 december. Toen woonden wij er al niet meer, maar het ging me zwaar aan mijn hart. Mijn broer belde me op, ik ben er met een snelheid heen gegaan. En dat was echt, ja, dat gaat je heel erg aan het hart, dat dat gebeurt. Maar het is een unieke plek, het was een hoge plek, ik weet niet of jullie het kennen. Daar werd van alles gevonden uit de bronstijd. En achter in de tuin van de buren van Gulk werd Drechtje gevonden. Dit is Drechtje. En die ligt helemaal niet diep, die ligt in de klei. En omdat ze in de klei ligt, dus kalkhoudende grond, blijft dat skelet goed. En het is zo'n 3000 jaar oud. Het is onvoorstelbaar. En de buren van ons, die hebben een fruittuin, ze lag in een fruittuin. En die zeggen, het is onvoorstelbaar dat het skelet zo goed gebleven is op deze diepte. Want om die bomen te laten bloeien, gaan ze er met een mes langs die bomen, om die wortelgroei te stimuleren. En hij zegt, dat die gaat behoorlijk diep, die had eigenlijk dwars door dat gemeente heen kunnen gaan. En als het dan 3000 jaar zo blijft liggen en zo mooi nog is, dat is toch echt onvoorstelbaar. Maar er is iets nagemaakt. Dat kunnen ze tegenwoordig, hè? Met een skelet, met dingetjes erop. En ze staat, is te zien in het huis van Hilde. En dit is het rechtje, zo moet ze er ongeveer uitgezien hebben. Dus als je ooit in het huis van Hilde bent, in Kastrikum, dan is het rechtje daar te zien. Het grootslag, kijk ons gebied. Nou, we zien de jaartallen erboven. 22, 2900, 3000 jaar geleden stroomde het water in en uit. En het begon langzaam begon het veen te groeien, eronder en boven stroomde nog steeds in en uit. Er zwommen walvissen hier naar binnen. Die zijn gevonden, een compleet walvisskelet gevonden in Amdijk. En dat was de duivelsvis, noemden ze die, de grijze walvis. 25 meter lang, konden ze 50, 60 jaar oud worden. Die zijn daar gevonden. Nou, daar rechts is dan ongeveer de tijd van Drechtje. Maar heel langzaam begon die veen te groeien en dat gebied, dat water wat daar binnenkwam, hier, dat verzandde. Dat sloot zich, die duimerij die sloot zich. En wat krijg je dan? Het water moet zich weer een weg zoeken naar de zee. En hier zie je dat het ook nog meer gesloten is. En het waterpeil steeg daardoor omdat ze een weg moest zoeken naar de zee. En het veen groeide daardoor. En het gebied verzoette natuurlijk, want het rivierwater is zoet water. En daarom begon de vreegroei nog harder te gaan. Kijk, hier zie je het nog een keer. Zo wordt het er ongeveer uitgezien. En toen begon, ik ga met heel grote stappen door de geschiedenis heen hoor. Want ja, we hebben een beperkte tijd. De monniken die vestigden ze zich bij in Amdijk. En dat waren monniken uit Hemelum. De heilige was Sint Nicolaas. Vandaar dat de Sint Nicolaaskerk in Lutjebroek nog steeds gewijd is aan Sint Nicolaas. En hij daar de Sint Nicolaaskerk. In die gebieden, die zien we straks op een plaatje. Nou, dat ging zo. Die dijkenbouw, dat was natuurlijk heel simpel. Dit is het Polensloot. Daar is de zee. Een pijp onder de dijk door. Een klep ervoor. Als het water eruit loopt, gaat die klep open. Als de zee omhoog gaat, klep dicht. Dan kan het niet meer naar binnen. Maar wat is het gevolg daarvan? Bodemdaling. En je ziet al. Hier begint het al, in het jaar 1000. Gemiddeld hoogwater, je ziet dat de zeespiegel van toen ook al steeg. Gemiddeld laagwater. En het zakt zo door. In 1422 hadden we de Elisabethvloed. Alles overstromen hebben we hier natuurlijk ook mee te maken gehad. Daarvoor waren ook al eerder overstromingen geweest. Er zijn natuurlijk veel pesten geweest. Er zijn een heleboel ellende geweest hier in het verleden. Maar de Elisabethvloed was in 1422, één jaar voor de oprichting van het grootslag. Hier zien we de eerste bewoningsgrens in het grootslag. Hier zijn de huidige kerken.
En hier was de eerste bewoning, dat was langs de Welen in de Polen. Die kenden jullie allemaal waarschijnlijk wel. Hier zien we ook zo'n kerkje. Een kerkje, die staat van de 11e, 12e eeuw. Die is in 1320 buitengedijkt. En bij de Elisevoetvloed in het water verdwenen. En toen kreeg Enkhuizen verlof van Jan van Beieren, die ook toestemming heeft gegeven voor de oprichting van een grootslag, dat de kerk mocht gesloopt worden en weer opgebouwd, de Zuiderkerk. Maar wat ook nog bijzonder is, van deze hele rij kerken, er is nog één plek, dat moet ik de volgende hebben denk ik. Nee, nou, dat is het heidense kerkje bij het kerkhofje bij de Westwoud. Daar heeft een kerkje gestaan, een tufstenen kerkje. Twee stenen van die kerk die staan in Rome, zijn ze in een muur gemetseld van de kerk der Vriezen. En hebben ze een hele muur van kerken uit dit gebied opgebouwd van Vriezen. Dus Noord-Duitsland, Friesland en hier West-Friesland. Dus die kan je, als je een keer in Rome komt, moet je dat kunnen zien. Dus twee stenen uit Westwoud. Dit, hier zie je al een beetje de vorm van het grootslag. Dit hoort er dan niet bij, maar dit is het grootslag. De eerste vorm. Wat valt hier op? Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Er staat kerkhof. Dat is nu hier zee. Deze kaart is van ongeveer 1600, denk ik. Nou, dat is het kerkhof van die kerk die buiten gedijkt was. En wat hier ook opvalt, is deze sloot. Dat vind ik ook wel bijzonder. Ik zie de Westerwortelsloot hier niet op staan. De Overhaal staat er wel op en die staat hier ook op, Overhaal. En hier staat ook kerkhof, zie je wel. Dat is ook een hele oude kaart niet. Ja, hier heb je dan die bewonersgrens en hier is het kerkje van Westwoud. Hier zijn deze kerkjes wit en hier zijn de huidige kerken zwart. Net andersom. Dit is het kerkje van Westwoud, het heidense kerkje. Hij heeft de naam gekregen omdat er zigeuners overnachten. Er is een kindje geboren in die kerk. Ze mochten niet overnachten bij de boer. En de vrouw van de boer zei, je mag schuilen in de kerk. En vandaar dat het heidense kerkje dat die naam gekregen heeft. Hier zie je ook die, dat is een kaart van de grote manuscriptkaart van West-Friesland van Johannes Douw. Van 1657 is hij. De kaart werd in 1995 gevonden op de zolder van het gemeentehuis van Enkhuizen. En is nu te zien in het West-Friese archief. Het is een hele grote kaart. Hij is wel, denk ik, 3 bij 2 meter of 2,5 meter. Kunnen we oprollen. En hier zie je dus ook die grenzen. Kijk, hier is het heidense kerkhofje. Kijk, dit is de huidige grens, zoals die nu is. Kijk, dit is de Horen, de Lutjebroek, kan je ook zien. En dit is dan die oude bewonersgrens. En hier zie je dan ook nog, er staat, de volgende is geloof ik groter. Er staat Den Oudendijk. En dit is de oude dik die er nog is, die sloot daarop aan. Hier, dit is een kaart van 1775, heel mooie kaart. Van het rechterland. Kijk hier, het Heidense kerkhofje. Hier zie je Oud-Dijk. En waarom is die dijk hier niet? Omdat het land daar hoog is. Die is waarschijnlijk veel eerder al geslecht. Een hoog land, laat ik zo ook nog zien. Hé, hey, wat gebeurt er nu? Ja, nou, weer stress. Goed voor jou. Ja, dit. Dat had een vermiddeld. Ja, kijk. Nou ja, daar slaan we die over. Het was een plaatje van de bandpaal die bij Westwoud staat. Ik weet niet of jullie hem heel vlug zagen. Hier op dit kabeltje. Dat het verder goed gaat. Kijk, dit is een luchtfoto. Die is niet zo heel oud. En wat zie je op die luchtfoto? Dit is de oude dik. Dit is Willem de Boer, de rode boete. Hier zie je zo de oude dik. Dit is het Heidense kerkhofje. Dit is zo
Westerhout en zo ook Kastel en de Streek. En dan zie je die oude bewonersgrens, die ik net aanwijs, dat is deze. En dan zie je zo het IJsselmeer erachter. Dus hier was die eerste bewoning. En hier zie je dus eigenlijk, dit was een dijk. En hier zie je die dijk doorbraken. Oude dijk doorbraken, en hier sloot hij gewoon aan. En dat is eigenlijk dus een hele oude plek hier, het Heidense Kerkhofje. 1 juli 1423, ontstaan van Polders het Grootslag. Nou, waarom is het Grootslag ontstaan? Ik zei het net al. Oh, even het puntje vinden. Dit is Laagland, dat is Laagland. En wat wilde men? Het water uit de Drieban en het water uit Horen, dat is hoger gelegen grond, dat water liep allemaal naar het Grootslag. En die hadden ze natuurlijk hier in dit gebied last van. We hadden al water genoeg, we hadden al problemen genoeg om dat water kwijt te raken. Dus Jan van Beieren die gaf verlof om het gebied toe te dijken. Dus af te sluiten van de buitenkant. Eerder waren die bannen, iedereen die sloot zijn eigen gebiedje af. Maar ja, je moest wel van je water af, dus dat ging dan vaak naar de buren en dan krijg je weer ruzie. Dus uiteindelijk ben je toch op elkaar aangewezen en weer samen. Die dijk, de omringdijk was er natuurlijk al, maar ook de binnendijken moesten gemaakt worden om het gebiedsvreemd water van het omliggende gebied tegen te houden. Nou, dit is de akte van de oprichting van het Grootslag. Dat hebben we gekregen van het West-Friese archief. En er wordt eigenlijk in omschreven, er wordt eigenlijk het gebied in omschreven wat toegedijkt mag worden. En er is later ook nog heel veel ruzie over geweest. Van Horen wilde bijvoorbeeld het gebied achter naar Horen. Die wilde toch nog weer een gedeelte water naar het Grootslag afvoeren. Toen kwam er weer een delegatie in loco van de graaf van Holland richting dit gebied. Vaak in de schuilhoven overnachten ze. En dan spraken ze zeg maar recht. En dan mocht Horen toch nog weer een bepaalde pijp van een bepaalde diameter water lozen naar het Grootslag. Dit is het zegel van Jan van Beieren. En dit is Jan van Beieren. Die had ruzie met zijn nichtje. Jacoba. De vader van Jacoba, Willem VI, die overleed dat Jacoba 16 jaar oud was. En zij erfde de gebieden Holland en Zeeland, het graafschap. Maar haar oom, dat was... God, hoe heet de man nou? Oom Jan. Nou ja, die was in ieder geval, die was bisschop. En die bisschopszetel die gaf hij op. En hij vocht het aan met Johanna, ging de strijd aan met Johanna om dat te betwisten. En Johanna die verloor dat. Hij die deelde het onderspit. Vandaar dat Jan van Beieren daar uiteindelijk voor het zeggen had. En de broer van hem was Willem VI, die is overleden. En Jan van Beieren die was bisschop van Luik. Zo zat het. En die vocht dat aan. Hier hebben we Jan van Beieren, Jacoba van Beieren. En Jan, die heeft er niet zo lang van genoten, want in 1425 overleed hij. En waarom overleed hij? Er zat een schif gesmeerd aan de bladzijde van zijn gebedenboek. Jan die had ook een bijnaam, Jan zonder genade. Dus hij ging wel aardig de keer ook in die tijd voor de bisschop. Maar er is gif gesmeerd aan zijn gebedenboek en daaraan overleed hij. En daar werd Johanna van verdacht, of in ieder geval de omgeving van Johanna van verdacht. En Jan van Vliet, die was getrouwd met een onechte zus van Johanna. Jan van Vliet uit Purmerend. En die werd verdacht en die werd verhoord. Na dat verhoorde, dat moest je wel bijna bekennen, denk ik, in die tijd. En die bekende dat hij gif gesmeerd had aan het gebedenboek. En Jan die werd op gepaste wijze gestraft. Hij werd onthoofd en gevierendeeld. Zo ging dat toen. Geen werkstraf, maar... Hoekse en Kabeljauwse twisten, daar hebben wij nog een actieve herinnering aan. Meestal hier misschien wel, denk ik. Dat Enkhuizen de stad, zoveel jaar stad, 600 jaar stad was het, denk ik, vieren. In 1425 was dat. En in 2006 hebben we dat gevierd, de overval van de Broekers op Enkhuizen. En er zaten, de Broekers die zaten onder het hooi. En die vielen de stad binnen. Eigenlijk het paard van Troje. Dat verhaal kenden ze waarschijnlijk. Ik
Kijk, dit bootje, wat we hieronder zetten, is gebouwd door Gerard Syme. Die hier net het boekje overhandigde. Prachtig boekje, ligt nog in Andijk, bij Oud-Andijk. Hier komen de broekers binnen in de stad in. Hier komen ze onder het hooi vandaan. Maar we hebben niet gewonnen, de broekers. Denkhuizen hebben gewonnen. Maar er is nog wel de Spijtsbroektoren en de Spijtbroekse Burgerhal. De broekers hadden spijt en daar hebben ze dus een naam aangegeven in Enkhuizen. Over het toedijken van dat gebied, dit is het Bangerder. Dat is bij de Molen de Krijgsman in de Bangert. Er is niet zo'n hoge overhaal als in de Broekerhaven. In de Broekerhaven hebben we natuurlijk net zo heen gestaan. En hoe ging dat? Dan moeten jullie goed kijken. Hier, dit kruishout zo. Nou, er loopt dus dit omheen. En dan liepen ze in dat rad. Hier liep er een, daar liep er een. En er zit hier in de as, er zat een touw omheen. En die zat dan aan een schuit vast. En die had natuurlijk een heel groot moment. En dan trok hij die schuit op en hier gleed hij zelf al weer naar beneden. Maar wat het leuke hiervan is, ze zijn hem aan het namaken. Ze zijn hem op ware grootte aan het namaken. Dus een molenbouwer in Zaandam, Remco Jonker, is hem aan het namaken. Hij heeft waarschijnlijk opdracht gekregen van gemeente Hoorn. Ik weet niet, Thijs, misschien weet jij dat? Nee? Nou, hier is hij bezig. Kijk, hier is hij dat kruishout, wat hij aan het maken is. Dit is Remco Jonker. Ze hadden een schaalmodel van die overhaal. Ik heb geprobeerd hem hier naartoe te krijgen om hem ook te laten zien. Dat is jammer genoeg niet gelukt. Kijk, hier is het juk waar die in komt te staan. Ja, dat is een ding hoor. En die komt daar weer ergens te staan. Dus het is ontzettend leuk. Hier zie je hem ook. Nou, hier zie je de molen de krijgsman. En daar zien we de overhaal. En hier, toen lag er nog ijs in die tijd. Het grootslag. Dat de grootslag opgericht werd, was het 4200 morgen groot. En de morgen is iets kleiner dan een hectare. En waarom is het? Het is nu 8000 hectare en ruim onder het grootslag. Maar er zijn natuurlijk gebieden bijgekomen. En hier had je ook veel moerasland. Wat niet gebruikt kon worden. De hele lage gebieden, met Lutjebroek, noem maar op, dat werd natuurlijk niet gebruikt. Dat telde niet mee. En wat ook opvalt hier, is Hoogkarspel of Westwoud staat er niet bij. Maar Westwoud lag steeds dwars hoor. Want die hadden natuurlijk hoog land. En als er dan weer een molen bij gebouwd moet worden, dan wilden ze niet betalen. Want ja, ze hadden er natuurlijk weinig aan. De oude dik, dat kon je net op dat andere kaartje zien, die ligt lager. En het water uit de oude dik, de polder daarachter, dat loopt altijd slecht weg. Dat is nu nog zo. Dat elke keer nog problemen met de afvoer van het water daar. Dus de oude dik Westwoud, die had het niet zoveel aan die molens bij Enkhuizen, maar ze moesten wel meebetalen. Dus er komt weer in loco een hele delegatie van de graaf van deze kant op en die spreken dan weer recht. En uiteindelijk moesten ze wel betalen. De burgemeester van Westwoud werd gegijzeld door de burgemeester van Grotebroek, omdat hij niet wilde betalen. Het vastgezet, dus er kwam een compromis. En er zou een molen extra gebouwd worden. Nou, daar hebben ze natuurlijk ook heel weinig aan gehad. 1460 komt Wervershoofd bij Polder het Grootslag. Daarboven in dat hoekje. Kijk, een knopje. Nou, de molens bij Enkhuizen. Er is nog een hele strijd geweest dat Enkhuizen wilde steeds dat het water door de stad gepompt werd door die molens. Maar dan werd het effect van die molens natuurlijk kleiner. Dus dat was ook een hele strijd. Uiteindelijk hebben ze dat wel voor elkaar gekregen. Want die havens en die grachten die stonken natuurlijk enorm. Dus ze wilden het doorspoelen. De molens bij Andijk en de molens hier, de Broekerhaven. Dit is een kaartdeel van 1638 van de Hoornse landmeter Pieter van Meers. Uit de seriekaart van de hele West-Friese omringdijk. Het zijn er een heleboel. Het is lastig als voor tv geweest. De unieke kaart. Kijk hier, staat de galg. En hier zien we de molens. Nog wel even duidelijker. 5 molens. Molens van de Drieban. Nou, deze kaart kennen jullie van standaard wel. Om het huis te zien. Dit is de bouw van het stoomgemaal in de Broekerhaven. Capaciteit 200 kubieke meter per minuut.
Dat was een enorme verbetering. En in, op een gegeven moment was de polder met het stoomgemaal in Andijk en dit stoomgemaal kon ze 800 kubieke meter per minuut uitslaan. Dat is heel veel, dus ze konden het water redelijk in de hand houden. Dat in de tijd met de molens, als het hard regende, dan hadden die molens 5 dagen werk om het water weer een beetje naar beneden te krijgen. En dan moest het ook nog een beetje waaien natuurlijk. Dus het polderbestuur werd enorm geprezen dat het in de hand was en het had natuurlijk een enorme economische vooruitgang ook, dat het water goed beheerst werd. Alleen die bodem, die zakte maar door natuurlijk. Elke keer als het water naar beneden gaat, er zijn momenten geweest dat ze het waterpeil op 30 centimeter naar beneden halen en blijvend naar beneden halen en het gevolg is, de grond komt er gewoon achteraan. En dat noemen ze de inversie van het landschap. De omkering van het landschap. Die kreken, wat ik in het begin liet zien, het water stroomt het gebied in en uit en het zand, het zwaardere, grotere korrels zand, die gaan onder in die stroom terecht. En de klei een beetje verderop en de fijne zand verderop. Maar op een gegeven moment, die klei en dat veen, dat is dat als je het water laat zakken, het veen oxideert en de klei klinkt in en dan krijg je dit. Want dat hebben we nu. Dus de hoge gedeeltes van het land nu, dat waren de lage gedeeltes vroeger. Dat zijn nu de hoge gedeeltes. De inversie, de omkering van het landschap. Hier zie je Polder de Grootslag, de kaart van Entin. Dat moet ook monnikenwerk geweest zijn dit, om dit zo te maken. Want dan moet het allemaal met grondboringjes gedaan zijn. Nou, hier zie je die kreken, die oude kreken. Maar die walvis in zwommen. Lutjebroekenweel. Dit is een tekening van burgemeester Schreiner. En wat zien we hier? Dat is een pijlschaal. Hier zit een drijver onderin en die kan heen en weer. En waarom was dat? Dat kunnen we ons nu niet meer voorstellen. Dus die tuinders naar hun land moesten en dat was lang droog. Dan moesten ze kunnen zien of ze nog bij een akkertje konden komen. Want dan was het water heel laag en dan was het water ondiep. En dan konden ze er vaak niet komen. En dan konden ze dan hier zien. En als het heel laag water was, zout water inlaten, dat kon natuurlijk niet. Het werd soms wel eens gedaan als het heel nijpend was, maar dat was natuurlijk not done. Toen kwam de afsluitdijk. Dit is het sluiten van de dijk. En toen was er op een gegeven moment dat de afsluitdijk gereed was. En dat hele gebied verzoette natuurlijk, omdat er steeds zoet water van de rivier kwam, van de IJssel. En toen hadden we opeens onbeperkt zoet water. Dus dat was ook weer een enorme economische vooruitgang. Aan dijk. Dat is gemeente Andijk komt in het bestuur van het waterschap, dit plaatje. 1825, dat was na Napoleon. Toen kregen we eigenlijk weer de splitsing van de gemeentes. Wat erg jammer was, want Grotebroek was een grote gemeente. Bovenkarspel, Hoogkarspel, Lutjebroek, Westwoud. Waren één gemeente, in ieder geval één bestuur, vorm van bestuur. En dat heeft bijvoorbeeld ook wel geholpen om de Broekerhaven tot stand te brengen. Want ze stonden natuurlijk veel sterker bij die graaf, als je een grote gemeente was. Toen al. Het is toen eigenlijk weer een beetje ontvlochten. Eigenlijk heel jammer geweest, denk ik. Altijd emotie, hè? Gemeentelijke herindeling. Als er gemeenten samengevoegd worden, weet ik alles van. Maar van mij mogen ze indelen ook, onmiddellijk. Worden we alleen maar beter van. Dat is mijn mening. De Houten Polder komt bij het Grootslag na 1927, ik noemde het net in het begin al. De Houten Polder. Kijk, ruim 8000 hectare. Polder Grootslag, nou staat Westwoud er wel bij. Nou, hier zie je wat er geteeld werd. En je ziet hier een enorme toename van de aardappel. Men at in die tijd wel een kilo aardappelen per dag. En nu is het gemiddeld 100 gram. Dat is een heel verschil. Maar ja, die draait ook wel eens door, hè? De crisistijd. Gigantisch. In 1930 was een crisis. De bloemkolen brachten 75 cent per 100 op. En in 1930 werden 7 miljoen kilo aardappels draaiden door. Die gingen op bolk. En dan lagen die aardappels hier op bolk. En wat deden ze dan? Dan gooiden ze de petroliespoten eroverheen. Want ja, het mocht zo zijn dat er een hongerig vrouwtje daar nog aardappels weghaalde. Want die moest je natuurlijk wel betalen. Amsterdam die verhongerde bijna en hier lagen ze op bolk. Nou, dan gaat er toch iets
niet goed, heb ik het idee. Nou, de bloem komt draaien door, het zal behoorlijk gestonken hebben, denk ik. En hier draaien ze door in Hoogkaspel, het spoorweghuisje. En er was werkverschaffing. Er moest gewerkt worden. Nou, wat deden we dan? Slootjes afdammen en diepe graven. Met de hand. Is enorm hard gewerkt. Wat ik nog weet van mijn schoonvader, is ook wel leuk om te vertellen. Die vertelde dat hij in de winter gingen ze hoge akkertjes afgraven. Dan gingen ze naar het land met de schuit, zwarte grond opzij, klei eruit in de kruiwagen, in de schuit. Naar het lage eilandje, zwarte grond opzij, klei in de kruiwagen, dat land op, onder die zwarte grond er weer op. Dan zeiden ze, ja, nou hadden we toch niks te doen in de winter. Nu moest toch wat doen. Maar dat heb mijn schoonvader dus nog meegemaakt. Kan je nu niet meer voorstellen. Ja, dus ook werkverschaffing, dus de aanleg van de Vaardingweg, dacht ik. Dijkgraaf Grootweg. Ja. Nou, dan gaat hij weer. Dit is een plaatje, die doet het niet, maar dat laat zien hoe... ja, ik zie het wel. Ik zal het proberen uit te leggen. Er was eerst heel veel tuinland in het gebied. En het is eigenlijk helemaal, of grasland, koeienland. Heel veel koeien die er liepen, het grootste gedeelte. En het is heel langzaam omgevormd naar tuinland. Maar die gezinnen werden natuurlijk steeds groter en moesten steeds intensiever worden bebouwd. Ik hoop dat deze het wel doet. Ja. Nou, de belangrijkste dit, hè. De ruilverkaveling. Dat verandert het gebied compleet. Dat is de grootste ingreep geweest in de geschiedenis van het grootslag. Ongetwijfeld. 1950, de Raad van Boven-Kaspel besluit om de aanvraag tot verkaveling in te dienen. En in 1901 had de commissie Belang en Grootslag. Men ging er echt voor dat er verkaveld moest worden. Installatie van de voorbereidingscommissie. Maar ja, niet iedereen was voor. Zoals altijd, hè. Het is altijd voor in tegenstand. Wat je ook doet, altijd voor in tegenstanders. En dit is van de tegenstanders. Het was Flora, en die moest het toch nog even laten weten. Verzet u met uw gehele kracht hier tegen die... tegen die ruilverkaveling. Nou, dat is de organisatie van tegenstanders. Die hadden de naam structuur behoud. Hun argumenten waren bodemziekten zouden zich door de hele polder verspreiden. Nou, dat is niet uitgekomen. Minder waterberging, dat is absoluut een feit. Men ging nog voor 8% water in de polder. En als je nu gaat bouwen met de watertoets, dan moet je 13% van de toename van het verharde oppervlak compenseren in water. Dat is misschien te technisch. Daardoor is er meer kans op schade door nachtvorst. Dat is absoluut een feit. Kijk, als er heel veel water is, en dan heb je natuurlijk voor de vroege aardappels heb je veel meer demping in de kou. Minder kans op nachtvorst. Minder mogelijkheden voor beregeling. Nou, dat is ook niet uitgekomen. En die onderste, kapitaalverlies voor gebouwen en schuiten. Nou, dat kunnen we ons niet meer voorstellen nu, hè. Die boetjes achter die huizen. Dus dat kapitaalverlies voor gebouwen. Als je ziet wat voor bedrijven er nu staan. Nou, de voorstanders, ja, die snijden volgens mij allemaal hout. Goede ontsluiting van de percelen, met als gevolg tijdwinst. Minder versnippering van de percelen. Mogelijkheid om beter te mechaniseren. En de kansen voor teelt onder glas, ja. We hebben nog een heel grootschalig glas. Dat vind ik nog wel eens jammer, maar ja. De paus. In Lutjebroek op 10 februari 1969 spreekt minister Ladois in de paus voor een volle zaal met 500 mensen. Er werden 750 handtekeningen aan hem aangeboden van mensen die graag de verkaveling tot stand wilden zien komen. Mevrouw Slachter uit Lutjebroek die voerde het woord. Die ging staan en die hield een heel pleidooi en die vertelde dat zij elk weekend een cake bakte voor haar jongens, voor haar gezin. Maar ja, als je een cake bakt, dat lukt niet altijd, die zakt wel eens in. En de minister dacht natuurlijk van, wat is dit nou voor een verhaal, waar moet dit naartoe? Maar ze vergeleek eigenlijk het werk van haar mannen op het polderland. Ze moesten ontzettend hard werken,
maar ze verdienen niks. Ze konden hun brood niet verdienen en dat vergelijkt ze met die ingezakte cake. Nou, de minister die had het goed onthouden. Het was toch een verhaal wat hem bijbleef natuurlijk. Maar hij gaf zich niet bloot. Hij zei, het zei niks toe dat de verkaveling door zou gaan. Want die verkaveling die moest wel kosten 100 miljoen gulden. En dat voor 20.000 inwoners. En dat was natuurlijk wel een hele stap om te doen. De ingezakte cake. Vaak even goed lekker. Ja, dat was het. Nou, het grootslag totaal met de verkaveling 8390 hectare. Het verkavelgebied was 6110 hectare groot. Het telde 4253 eigenaren onroerend goed. 772 stemden tegen en 409 stemden voor. Samengoed voor 3976 hectare grond. Wat dus niets meer is dan de helft. De officiële uitslag was echter 3481 voor en 772 tegen. Hoe kan dat nou? Nou, ik weet het wel natuurlijk. Want als je niet kwam opdagen bij de stemming, dan werd je geacht voor te stemmen. Ja? Moet je maar komen als je tegen bent. Nou, dit is nog een mooi plaatje van de oude grootslag zoals het was. En dit is een kaart zoals het grootslag wilde verkavelen. Je ziet de waterpeilen, 370 min. Het is nu, was 240 min. Je ziet jullie misschien ook wel, maar ik zal een ander plaatje zien, dan wordt het iets duidelijker. Ik heb het maar een beetje gekleurd. Anders is het niet goed te zien. Kijk, tussen die rode lijnen, deze lijn, dit, dat is allemaal hoogpeil gebleven, 240 pijl. Dit moest hoogpeil blijven omdat natuurlijk de huizen niet mochten verzakken. We hadden de spoorlijn, die mocht ook niet verzakken. Dus ja, en dat stukje ertussenin, dat was natuurlijk zo te weinig om nog te verkavelen. Dus dat bleef ook hoog water. Dit zijn de welen. En wat nou opvalt hier, is dat de Lutjebroeken wel als een dwars zijn. En dit zou ook verkaveld worden, ook weg. Dit is gebleven. Gelukkig. En deze verbinding was er niet, zo naar Renkhuizen. Hier hadden ze de verbinding gedacht, met de Beukelaan zo. Die hadden ze eigenlijk ook gewoon moeten maken, maar ja, dat is niet gebeurd. Dit is natuurlijk wel gekomen, en die niet. En dit is niet verkaveld, en dit is de laagwatersloot. En hier zie je nog een hoogwatersloot naar Amdijk. Dit is ook nog hoogwater, 240 pijl. Amdijk wil altijd nog een keer aangesloten worden op het vaargebied. Nou, dat kan middels deze sloot eigenlijk vrij eenvoudig gebeuren. Kijk, de verkavelingen liggen nog niet zo heel veel nutsbedrijven. Hier kan je nog met even vrij eenvoudig duikers aanleggen om, daar, om hier te komen. Maar dan moet je hier nog wel weer verder. Maar goed, als je die verbinding één keer hebt, dan bouw je wel weer verder. Maar ja, dan loop je weer tegenaan dat dit gebied is van Enkhuizen en het is voor Amdijk. Dus Enkhuizen zegt, ja, ik geloof het wel, het is niet voor mij. En ik ben zelf ook voorzitter geweest van het recreatieschap. Om die gemeentes op een lijn te krijgen als ze moeten betalen voor een andere gemeente, dat is, ja, dat valt niet mee. Ik denk, en dan denk ik nog dat het recreatieschap het heel goed doet hoor, hier in West-Friesland. Maar het is altijd een worsteling. Altijd een worsteling. Nou, hier zien we allemaal pijlen, zoals het nu is. Elk kleurtje is een ander pijlgebied. Dat gele, dat is dus het 240 pijl. Hier, dit is ook een gele. Dat is allemaal hoogwater gebleven. We hebben dus enorm veel pijlvlakken erbij gekregen. Nou, deze foto's heb ik gekregen van Challenge James. Die werkte bij de landinrichting. En Co. Smit, die nu filmt boven. Of alles gaat om te filmen, dus let op wat je zegt. En Co. die heeft het gedigitaliseerd voor de Oud-Zedenbroek, die foto's. Er zijn er veel en veel meer, maar ik heb er maar een paar om te laten zien. Dit is ongeveer 1973 dat de verkaveling begon. Je kijkt naar Lutjebroek. Nou, ja, wat zie je? De schuiten, werkloos aan de kant. Naar Amsterdam, waar gingen ze allemaal niet naartoe? Sommigen lieten ze zinken. Kapitaalverliezen, wisten we van net. Nou, graven van de vloot. Moerassoa's.
Ja, en bij Amdijk hebben ze dus die dammen aangelegd. Eigenlijk jammer dat dat gebeurd is. Maar ja, ze gingen het bedrijf natuurlijk oversloten. Ze hadden een bedrijf hier en ze wilden naar een akker. Ja, en nu denken we, goh, had dat maar niet gebeurd, dan hadden we nog een mooi vaargebied gehad. Nou, dit is het streekbos in het begin. Theo Peremans en zijn hond. Ja, nou, hier zit hij mooi te vissen. Nou, misschien herinneren jullie dit nog. Gaat niet altijd goed. Ja, er zijn er meningen over verdeeld. Maar goed, die strijd is hier aangegaan. En hij ging ver. Hij hongerde zich bijna dood. Nou, dit is het huidige grootvlag. Er zijn nog twee stiltegebieden. Dit is het stiltegebied, dit is het stiltegebied. Ze stonden onder druk van al deze. Onlangs, in de jaren 50 denk ik, is er een hele bijeenkomst geweest georganiseerd door de provincie, want ze wilden het schrappen. Daar heb ik nog erg mijn best gedaan om dat toch niet te doen. En er is een soort compromis gekomen dat het in het midden van het gebied nog aan de eisen moet voldoen. Dus hier ergens. Toen hebben we nog voorgesteld om dat hele gebied bijvoorbeeld op te schuiven hier naartoe. Dat is natuurlijk veel gunstiger, want de Drechtlandse weg die gaf te veel lawaai. Dat is een van de invloeden dat het eigenlijk te hoog was. De agrarische sector mag gewoon wel lawaai maken, die zijn bij ontheffing. Dus dat is niet een probleem. Dit is de kaderrichtlijn water. Dan allemaal eisen voldoen van waterkwaliteit. Dat mag niet verder achteruit gaan. Is de bedoeling. Moet 2027 voor elkaar zijn. Dus we hebben niet zo lang meer. Dit komt uit de structuurschets met Friesland. Dan zeggen ze dit over grootvlag. Ja, kijk, hier staat wat ze met deze dingetjes bedoelen. Zonnepanelen. Ja, moet je nou zonnepanelen op landbouwgrond zetten? Dat is natuurlijk ook een discussie. Moet je dat nou wel doen? Ik zou zeggen, gaan eerst de daken maar eens volleggen. Ja. Maar goed, het gebeurt wel. Ik heb eronder niks meer, in het onkruid groeit er langs. En dan heb je ook weer, oh. Dat ging wel erg snel. Wat is gevaar? Dat onze landbouwbodem raakt uitgeput. En daar kan je over discussiëren, maar er is natuurlijk heel eenzijdig en natuurlijk bemest. De afgelopen misschien 50 jaar. Er komt nu wel inzicht door bij de tuiners dat ze dat willen veranderen. Meer organische stof erin, ook weer een probleem, mag ook niet zomaar. Maar er is wel wat te winnen. De Deltacommissie waarschuwt tegen verzilting en zoetwatergebrek. Nou, kijk, als je nu hier kijkt, dat blauwe, dat is dus zilt. En dit hier zie je grootvlag. Bij Amdijk is bekend dat ik in het waterschap zat. Toen spoelden we hier al extra door, dat gebeurt nu nog wel, om die verzilting tegen te gaan. Maar je ziet toch dit gebied toch vrij zilt is. Nou ja, je hebt nog de aanvoer van zoetwater is een probleem, dat moet verdeeld worden. Ja, het water uit de Noordzee wat hier binnendringt, als er te weinig aanvoer is van water, want de gletsjerrivieren, de gletsjers worden kleiner, dus de constante aanvoer van water vanuit de bergen wordt minder. En op een gegeven moment meer, omdat het regent is, heb je heel veel water, maar je hebt ook tijden en dan is het minder water. En als er heel laag water is op die rivieren, dan dringt het zout water de rivier op. En hier zit een drinkwaterinlaatpunt en dan krijg je wel problemen. Dus men kiest er dan ook voor om hier maar meer water heen te sturen dan hier. En dan komt er minder water in het IJsselmeer. En als wij dan onder de 30 centimeter min NAP komen van het Markermeer, dan heb je kans op een inlaatstop. Dan mag er geen water meer de polder ingelaten worden. Nou, als dat gebeurt, dan heb je eerst dan een beregeningsverbod gehad hier in dit gebied. Maar als dat gaat gebeuren, dan zijn er rapen gaar, denk ik. Dan is iedereen ook wakker. Maar het moet eerst gebeuren, denk ik, voordat iedereen wakker is. Nou, hier zie je ook weer het zout. Nou, recreatie, natuurrecreatie in West-Friesland. Nou, de natuurgebieden, dit is de ecologische hoofdstructuur. Provinciale ecologische hoofdstructuur. Nou, we willen allemaal, als je in bewonersavonden zit, men hecht allemaal de West-Friese, de bevolking, heel erg aan onze vaarroutes. Flitsen, verlangrijding voor de vaarwegen. Dit zijn de ambities. Hier zijn de blauwe, dat zijn de vaarwegen zoals ze er nu zijn.
En dit zijn ambities. Kijk, hier staat de groene. Dat is die Nijlanddijk die ik net noemde. Dat is een mogelijkheid. Dit is ook een mogelijkheid. Dit wil Hoogkaspel eigenlijk graag. Die wil hier eigenlijk een verbinding en deze. Dat ze weer zo richting op de dijk kunnen varen. Want dit is het arkje hier. Ja. Dit is al eerder goed onderzocht, maar het is vrij moeilijk om te realiseren. En dit is een heel mooie. Er zijn bij de aanleg van de Westfriesweg is hier een vaarduiker aangelegd. En nu is dat onderzocht en de Westfriese gemeentes laten het nu varen. Ze gaan er niet mee verder voorlopig in ieder geval. Want het is te duur en dat vind ik toch wel erg jammer dat ze zo'n ambitie willen laten varen. Kijk, Enkhuizen. Friesland, die heeft Europese subsidies aangevraagd. Die heeft grootschalig aquaducten en noem maar op aangelegd. Zodat daar grootschalig het varen werd gestimuleerd. Dat hebben ze samen opgepakt. Een heleboel Europese subsidie gekregen. Dat zouden we hier ook moeten doen. Het RSW, het Recreatieschap West-Friesland, hebben alle vaarroutes geïnventariseerd. De mogelijke vaarroutes, deze, die van waar de knelpunten zitten en wat er aan gedaan moet worden. Kijk, en de gemeentes moeten daar dan op inhaken en dan moet je eigenlijk komen tot een gezamenlijk plan. Maar ja, kijk, deze laten ze nu alweer varen. Dat is dan erg jammer, want de vaarverbinding naar Drachterveld, die is nog in mijn tijd gemaakt hier. Kijk, en dan horen, die zou dan hier ook, en dan kan je dit rondje ook varen, zo weer naar de Vliet toe. Zo richting Hout, dit is richting Hout zo. Dat zou een heel mooi rondje zijn. En als je dan weet, kijk, hier zeggen ze, ja, het is te duur. Doorsteek voor de boodschap, onlangs stond het in de krant. 5,3 miljoen euro, valt nog mee. Thuis. Kijk, en we moeten staan voor een enorme bouwopgave. 900.000 woningen in Nederland. Nou, dat moet een heel groot deel ook weer in West-Friesland komen. Kijk, en uit woningbouw kan je weer geld genereren. Dan moet je ook zeggen van, nou, we moeten zoveel woningen bouwen. Laten we nou eens als West-Friesland kijken en als West-Friesland denken. Wat gaan we aan recreatie doen? En dan kan je dit soort knelpunten oppakken. Want dan wordt er ook geld gegenereerd uit zo'n bouwplan. Woonakkoord. Nou, harde plannen. Je ziet de zachte plannen. 9000 woningen voor West-Friesland tot 2040. Nou, hier zien we nog een plaatje van het grootslag zoals het was. En zo is het nu. Een enorme toename van het verharde oppervlak. Kaksen. Nieuwbouw. Nou, en bedrijven hier allemaal. Ja, het is dus van het oude grootslag, van het echt van het tuinbouwgebied. Nou, daar is al heel veel van weg. Kijk, en als je hier nou ziet, dit is een plaatje. De toename van het verhaal. Dit was landbouwgrond, dit was recreatie en dit was woningbouw in 1980. Dit is in 2005. Is die 22% of 35% verharding geworden? Wegen, bedrijven en noem maar op. Dat telt daar allemaal mee. Het agrarische oppervlak wordt steeds kleiner. En het recreatie neemt er ook iets toe. Nou, dit is de visie voor 2030. Dan zitten we bijna op de helft, hè, van het verharde oppervlak. En dit is dan de landbouw, 32% nog, van de 73, de helft is weg. En de natuur neemt toe. Dit zijn de weilen, dit is een waterberging, die is gegraven. En dat is uit tot stand gekomen in samenwerking met LTO. Want in de eerste instantie wilde men hier een berg maken en een groot gat ernaast. En dat was dan... Dat was het. Maar wat wilde de LTO? Die wilde graag die kopsloten verbinden. Dan krijg je beter doorsloot, stroming in het water en ook voor het regenen wordt het gunstiger natuurlijk. Dat is het uiteindelijk geworden. Ik ben er heel nauw bij betrokken geweest om dat tot stand te brengen, ook dat fietspad hier. Dus er waren heel veel moeilijkheden, maar het is uiteindelijk gelukt. En dit telt veel meer mee in de recreatie. En als je dan zo'n waterberging had, dan noemen ze dan ook ja, werk met werk maken. En meerwaardig ruimtegebruik noemen ze dat ook wel. Van als je dan wat doet, zorg dan dat je er ook wat aan hebt, recreatief. Maak het zo optimaal mogelijk. We hebben al zo weinig ruimte in Nederland. Doe het zo goed mogelijk. Dat is hier, wat mij betreft, goed gelukt. Kijk, hier is nog een plaatje ervan. Ik kan er veel meer over vertellen. Kijk, hier heb je hem. Nou, deze waterberging. Die is gerealiseerd voor het kassengebied, het stiewasgebied. In het 73-paal ben ik ook nauw bij betrokken geweest.
Die wilde ik graag aangesloten hebben bij de natuurgebieden, bij de Weilen. Heel veel voet in de aarde gehad, maar uiteindelijk toch gelukt. Dit is een waterberging bij Andijk, met de vuurtoren. Dat is een waterberging voor Enkhuizen, voor de nieuwbouw van Enkhuizen. Want dat zei ik net, ik noemde het al op, de toename van het verharde oppervlak, daar moet je water voor compenseren. Dus als je 13 vierkante meter bestrating aanlegt, of van huis, dan moet je 1 vierkante meter water teruggraven. Omdat het water wat van een kas of van een weg afstroomt, stroomt heel snel naar het oppervlaktewater en dat stijgt dan heel snel. Dat is de reden ervan. Dus het is echt wel nodig. Er zijn wel mensen die daar twijfelen, maar dat is echt nodig. Dit is de waterberging Drachtenveld, is ook nog grootslag. Dat is een achterstallige berging voor de gemeente Hoorn. En dit is voor een deel, noemen ze dat, een droge berging. Ben ik ook nog nauw bij betrokken geweest bij deze. Kijk, hier kunnen gewoon dieren lopen. Dit ligt 20 centimeter boven water. Nou, dit is dan meteen waterberging. En die is aangesloten op de vaarroute naar Hoorn. En hier heb je dan het Bangende Rad, hè? Dat is helemaal links. Dus die vaarroute is er nu weer. Dit is nog voor optredens, hè? Dit is een soort natuurtheater. Ja. Hier is de zwaluwenwand. Kennen jullie misschien wel. De oeverzwaluwenwand. Dat Challenge James heel erg zijn best voor gedaan, die ik net noemde. Dit is een plaatje van het Drachtenveld. Dit is de Prankratiuskerk in Blokker. Ik ben er een keer heen gevaren. Nou ja, ik laat nog maar een keer het plaatje zien. Bodemdaling, zijspiegelstijging, we gaan steeds meer naar beneden. Ja, daar moet je toch over nadenken van hoe gaan we daarmee om. In de polder Beschoot bij Oude Dijk, bij Grosterhuizen, daar staat deze pijlschaal, misschien dat jullie wel eens langs hoeven. Die geeft natuurlijk heel mooi aan hoe diep we zitten. Kijk, dit is zeeniveau. Ja, als het niet op hoog water is, hè. 0 NAP. Want er staat ook wel nog 2 meter hoger. En polder de grootslag, die zit nog 70 centimeter lager. Dus zo diep zitten we hier op sommige plekken. Dit is een plaatje uit het boek Omarm de chaos van Jan Rotmans, professor Jan Rotmans, transitieprofessor. Ik vind het een geweldig man, ik heb hem een keer meegemaakt in een bijeenkomst. En die geeft een beetje aan van ja, hier is wat er gebeurd is, hè? Plan Mansholt, in de tijd, dit is de tijdslijn. Nou, hier zitten we nu, deze lijn. Nou, dit is allemaal geweest. Ja, en hier, dit komt. En dan geef je het mooi aan die. De zeespiegel die stijgt maar door, dat doet de bodem, die daalt maar door. Ja, dat verschil wordt steeds groter. En je ziet al dat we polders vol hadden op Hedwigenpolder. En bij Amsterdam hebben ze een polder waar ze aan denken om hem onder water te kunnen zetten als het nodig is. Moet de bebouwing eruit. Dus er wordt echt al een beetje naar die kant toe gewerkt. Kijk, dit is zijn toekomstplaatje. Zelf, hij zegt gewoon, dit gaat het gewoon worden in de toekomst. Dus de polders, die zeg maar, dat het ooit was, die moeten weer onder water. En dan heb ik hier een plaatje naast gezet, uit 1200. Nou, en dit is onze toekomst. Daar gaan we weer heen. En het is niet irreëel, hè? Het is niet irreëel. Nou, dit is een plaatje van wat het waterschap, de rechtsopvolger van het waterschap is Hoogheemraadschap Holland Noorderkwartier. Die heeft de schaal van heel Noord-Holland boven het Noordzeekanaal. Hier zie je de inliggende waterschappen nog. Waterschap West-Friesland, Groot-Geesmeer, Ambacht-Holland, Kroon, Langerond en de Waterlanden. En die zijn allemaal in één waterschap. En ik moet zeggen, het gaat goed. Die fusie was ook, daar zei men ook van, ah, dat wordt helemaal niks, dat wordt veel te duur en dat werkt niet en noem maar op, maar het werkt wel. Eerst wilden men allemaal nog independances in de gemeentes hebben en een loket. Nou, dat heeft 1 of 2 jaar geduurd en dan was het ook weg. Dit was mijn presentatie. En dan hebben we nu pauze.